Wij gaan praten met Geert Schaai. Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in zijn algemeenheid, hè? Die beurzen, dat gaat maar omhoog. En het schijnt heel veel geld te zijn. Op dit moment is er meer dan alleen al binnen de private equity fondsen. Dus de fondsen die deelnemen in bedrijven en bedrijven compleet van de markt afslokken. Meer dan 1000 miljard ter beschikking. Dat is enorm. Dat is weet ik hoe lang niet zo hoog geweest. Ja, die inflow in die beleggingsfondsen ook van particulieren die dus op zoek gaan naar beleggingen om meer rendement te krijgen op hun geld in de beleggingsfondsen is ook het hoogste van 5 jaar. Dus er zit een enorme stuw meer dan geld nog steeds richting die beurs te vloeien. Ik begrijp dat ook wel, want als je kijkt naar de mondiale groei, dus de economische wereldgroei die synchroon loopt met elkaar, dan praat je over een economische groei van 3,2%. En voor Europa is dat dit jaar zeg maar 2% economische groei. En ook de bedrijfswinsten van bijvoorbeeld de bedrijven in Amerika, daar waar we zeg maar vorig jaar 9,5% gemiddelde bedrijfsgroei hadden, is dat nu 13%. En voor de Europese bedrijven wordt er gemiddeld verwacht 10%. Dus het gaat allemaal booming. De bedrijven verdienen geld. De rente is laag. Dus wat ga je doen? Je gaat je huil zoeken op de beurs. Ja, maar Jaap van Duin is op zijn column zaterdag. Hij zegt, die beurs is natuurlijk gewoon 320% gestegen, terwijl de economie nog lang niet in diezelfde verhouding is gestegen. En Amerika heb je nog 2009 zitten wel in een soort boelmarkt. Hoe lopen we dat nou af? Ja, kijk, even over die 320% gestegen, dat heb ik gelezen. Maar daar moet je nog wel een aantal dingen op aanmerken. Hoor. Allereerst is het geld veel minder waard geworden. Dus ik weet niet of je die correlatie... Maar je hebt geen inflatie. Je hebt geen inflatie, maar er is wel veel meer geld gekomen. Dus die inflatie die komt nu wel op gang, hè, bijna 2% hier in Europa. Maar ik sluit niet uit dat we eens een tijdje een hyperinflatie krijgen. Dat is ook mijn grote angst. Het tweede is, bedrijven kopen aandelen in, waardoor uiteindelijk zeg maar die aandelenpercentage steeds kleiner worden. Wat dan weer positief is voor de beurs, waarbij je dan zegt van ja, het is wel procentueel gestegen, maar dan mag je misschien niet helemaal afzetten. Maar goed, dat is even daar gelaten. Als je kijkt, hoe loopt zoiets af? We hebben 9 jaar een enorme stijgende beurs gehad, hè, van 2009 tot 2018. Dat loopt vaak af met een genadestoot, zou ik maar zeggen. Een laatste push op en daar zitten we nu in. Die heeft Trump gegeven. Trump heeft gedacht, het gaat goed. We hebben geld bijgedrukt. De economie gaat als een tierenlier. En nu ga ik belastingverlagingen aankondigen. Waardoor bedrijven naar verwachting ongeveer gemiddeld 10% meer winst gemaakt door die stimulerende maatregelen. Dan zit er ook wel weer iets heel grappigs in. Want de Federale Bank heeft aangekondigd dat ze de rente de komende jaar met stapjes gaan verhogen. 3 stapjes zoals het nu is. En de grap zou daar wel eens in kunnen zitten. Op het moment dat het dus wat moeilijker wordt in de economie, hè, doordat het feest even over is, de consumenten verzadigd zijn, dan kan men ook weer beginnen met nieuwe rentestapjes naar beneden. En dan begint die trein weer te lopen. Wat ook zoiets is, ik heb dan nog wel weer daar een bepaalde theorie bij. Dat is die dollar die zo verschrikkelijk daalt op dit moment. Ik denk dat Trump gewoon zegt, dat is natuurlijk een koopman puur zang. Donder nog maar een paar miljard dollar op die markt, want die dollar moet naar beneden. Dat is goed voor de export. Ja. He, dus de euro wordt duurder en Draghi die wil maar inflatie en die komt dan niet. Ja, dat komt het niet. En dat is even ieder voor zich en God voor ons allen, zal ik maar zeggen. En daar moeten wij in Nederland ook rekening mee houden. Kijk uit, hè, dat je niet alle aandelen meer over één kam kan scheren. Aandelen die dollar gevoelig zijn, die krijgen hier natuurlijk een tikje van. En je ziet ook, als er een bepaalde groei verwacht wordt binnen aandelen, en wat dat gaat, heb je een beursgenoten meer dan ooit nodig. Dan als die cijfers teleurstellen, dan kan zo'n aandeel echt in elkaar storten. Je zag het van de week bij Dignity in Engeland. En Carpet Ride, bedrijven die stelden teleur, die gingen zo 50% onderuit. Dus zorg wel dat je je vinger aan de pols houdt. Beleggen, het kan, het is goed, we kunnen er verder omhoog, maar er zijn toch wat rode of oranje knippenlampen. En daar moet je rekening mee houden. Nou, Ahold die zit ook natuurlijk volop in de dollars. En Egon ook. En SBM. En die hebben daar last van. Om die Nederlandse... Ze moeten het omrekenen naar euro's. Ja. Maar in zijn algemeen, het Ahold, hè, die is heel liquide. Wat gaan we dan nou zien? Ja, je zag van de week in de update zag je dat de analisten heel erg positief waren. En aanbevolen koersdoelen 20, 21, 22 euro.
In september zat ik hier. Toen kwam die Amazon met dat bericht dat zij een supermarktketen gingen kopen. En dat zij digitaal, nou ja, allemaal toeters en bellen eromheen. Dat je dat kan bestellen thuis en winkels zonder personeel. En toen ging de koers van Ahold naar 15 euro. Toen heb ik gezegd, joh, Ahold bedenkt er wel een antwoord op. Dat is geen dom bedrijf. Die gaat er heus wel op anticiperen. En eten moeten we allemaal. Dus daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. Nou is die koers keurig gesteld, dus dat was goed. Maar nou had ik van de week toch verwacht dat Ahold gezegd zou hebben van... dit en dat zijn onze plannen. En dat hebben ze niet gedaan. Carrefour wel, hè? Carrefour wel. En dat is dan een grap. Carrefour ging onderuit. Want die zegt, we hebben 2,8 miljard euro nodig... om juist te investeren in dat digitale consumentengebeuren... binnen onze tak van sport. Maar Ahold heeft bol.com, toch? Ja, maar dat is een onderdeel. Maar dat vertegenwoordigt natuurlijk nog niet die supermarktketens... en dat soort dingen meer. En dan moet je afvragen, waarom is Ahold zo geliefd? Ahold is geliefd omdat ze een enorme vrije kaststroom heeft. En die vrije kaststroom die, gebruiken ze... A, om aandelen in te kopen, B, om dividend uit te keren. En ik denk dat als ze niet snel stappen zetten... dat ze straks zo'n enorme pluk geld moeten pakken... om zeg maar die inhaalslag te maken ten opzichte van Amazon... ten opzichte van Carrefour. En dat het wel eens voorbij zou kunnen zijn met die vrije kaststroom. En dan ga je dus inderdaad wel terug naar die 15. Ik geef geen verkoopadvies op het aandeel. Ik heb gezet op mijn site mager houden. Als je Ahold-minded bent, dan komt dat heus wel weer. Maar als dat eens een paar jaartjes wat zijwaarts gaat of lager... dat zou mij helemaal niet verbazen. Ze hebben vorig jaar ook niks gedaan. Ze hebben vorig jaar niks gedaan, maar ze zijn van 15 teruggegaan naar 18,5. Dat is dan wel wat. Ze keren een goed dividend uit. Ze kopen aandelen in. Maar op dit moment, ik zeg niet verkopen, maar als ik ze heb... ik zou wel call schrijven en ik zou misschien toch eens kijken... om even tijdelijk iets anders te gaan doen. Dus je bent eigenlijk niet zo positief over... Ik ben niet positief over Ahold. Wel over het bedrijf op zich, maar niet over de koers van het aandeel. Waar je wel positief over was in je blad, is de Duitse bank. Ja. Terwijl dat was echt helemaal fout daar. Ja, maar dat was bij zoveel banken zo. Dit is de laatste, de Mohicanen, die reorganiseert en die dat bijna afgerond heeft. Dus daar kun je je slag nog maken. Als we kijken naar de bankenindex in de Verenigde Staten, die is met 65% gestegen. Als we kijken naar de bankenindex in Europa, die is met 17,5% gestegen. Als ik kijk naar de Duitse bank, die is met 22,5% gedaald. En als ik kijk zeg maar, hoe ze nu uit die reorganisatie komen en zijn... dan is eigenlijk, kun je wel zeggen, het is voorbij. Dat zie je nog niet in de koers, maar het is voorbij. Allereerst hebben ze nieuwe aandelen uitgegeven... waardoor ze 7,9 miljard euro hebben opgehaald... en nu een eigen vermogen hebben. Op dit moment van 68,7 miljard, oftewel... dat noemen we solvabiliteitsratio, van 13,8%. Nou, daarmee zit het helemaal in lijn van alle banken. Als je kijkt naar de omzet, dan zie je die omzet dalen... maar de winsten daarentegen stijgen. Hoe kan dat? Ze verkopen alle onderdelen die wel omzet genereren... maar waar geen kwartje aan te verdienen valt. Dat is natuurlijk heel goed. In 2017 zou een klein winstje verwacht worden. En op 5 januari kwam John Krian kwam naar buiten tot de CEO van Deutsche Bank. En die zegt, ja, door die belastingmaatregelen van Trump... ik heb daar compensabele verliezen in Amerika. Kan ik daar minder mee doen? Dus daar heb ik een post voor opgenomen. En dat ging 2017 ook in de min. En dan zag je weer, die koers ging naar 15 euro. En toen zei ik, dit is je kans om de laatste bank... die uit de reorganisatie wegkomt te kopen... Als je ziet wat het nu noteert, het noteert op dit moment ongeveer de helft van de boekwaarde. De boekwaarde is 30 euro en je koopt het voor 15, 16 euro. Ja, als je praat over parels, over bedrijven die uit de dal wegkomen... over een grote standing bank met een goede solvabiliteitsratio... is dit volgens mij je kans. Geert, ik krijg allemaal mensen die zeggen bitcoin, blockchain... en iedereen die kletst erover alsof ze dat allemaal uitgevonden hebben... En leg jij nou eens uit wat dat nou precies is? Nou, dat kan ik niet, want ik weet niet wat het is. Kijk, als je discussies hebt over de bitcoin... die mensen zijn ongelooflijk fanatiek. Ze vermoorden je haast als je er een andere mening op nahoudt. Of ze zeggen, ja, maar jij bent een oude lul, jij snapt dat niet. Dus dat is de nieuwe technologie. En dan vraag ik heel vriendelijk van... maar bereken me nu die waarde van die bitcoin of weet ik veel wat voor coin. Dat was ook al een geertcoin. Nou, daar heb ik dus niets mee te maken. Maar bereken me die waarde dan eens. Dat kan men niet, want het is gewoon niks wat. Ik denk eigenlijk dat het de grootste oplichtingszaak... en koersmanipulatie aller tijden is. En daar zal men dan vroeg of laat achterkomen... En je ziet ook de AFM waarschuwen, de banken waarschuwen, de landen waarschuwen. Ze verbieden het. Maar de mensen willen als gestoorde gekken gewoon in dat ding. En ze verdienen allemaal geld omdat het omhoog gedreven wordt. Of ze ook dat geld daadwerkelijk realiseren, vraag ik me dan nog af. Maar goed, die onderliggende technologie die daaronder zit, die blockchain...
Zo heet dat. Dat is een soort technologie die registreert dus wat jij gedaan hebt, wat jij gekocht hebt. Dus dat is wel een technologie die moet je in de gaten houden. En ik heb in mijn blad een aantal aandelen benoemd die daarin actief zijn. En er is op dit moment ook een ETF inactief. En mensen kunnen dat rapport downloaden op de site. Dus kunnen ze dat gratis inkijken. Maar je zag van de week dat Kodak die kwam met een programma Kodak One. En die gaan dus foto's met beeldportretten gaan ze versleutelen in dat blockchain. Zodat jij, als jouw foto erin staat, exact weet wie jouw foto gebruikt en waarvoor. En natuurlijk krijg je er geld voor. Het is eigenlijk een soort openbaar registratiegebeuren. Ja, dat gaat enorm omvang aannemen, denk ik. Want je moet ook bijvoorbeeld denken aan schepen. Schepen die in China een enorme vracht laden. Dat in meerdere landen verzekeren. Dat vergaat op de Indische Oceaan. En dan zijn er meerdere partijen die betalen dat ze schip uit. Dus eindgoed, algoed. Dat wordt straks allemaal in zijn blockchain gevolgd. Er zijn verzekeringsmaatschappijen al mee bezig. Geregistreerd. En ja, daar kan je niet aan knoeien. Dat is een soort openbaar register. Daar zit ook een gevaar in. Big Brother is watching you. Je kan straks niks meer doen of het is te volgen in zo'n systeem. Maar het is wel een technologie die je wel in de gaten moet houden. Maar Bitcoin heeft eigenlijk niks te maken met blockchain. Heeft niks te anders maken. Anders dan dat ze dat gebruiken. Ja, dat coinje, dat is helemaal geen coinje. Maar ik bedoel, dat dingetje wat je dan koopt, dat luchtledige, dat wordt geregistreerd in die blockchain. Dus dat is wel grappig. En voor de rest koop je gewoon gebakken lucht. Helemaal niks. Vagron, hè, die staat 11 euro, geloof ik, nu. En meneer Stolz, die CEO, die was plotseling weg. Hoe gaat dat dan nou? Ja, dat was grappig. Wij scoorden daar vorige week behoorlijk mee. Want de ING-bank die had een koersdoel van 14 en hebben gezegd, wij verlagen dat koersdoel naar 12 euro. Nou, dat kan. Ze hadden er ook argumentatie voor. In Amerika ging het wat slechter. En die dollar die is een tikkeltje lager, waardoor we ook verwachten dat het dividend iets lager zou kunnen zijn. Koersdoel 12, maar die koers die tippelde mooi naar 10,29 euro. Ja, toen dacht ik, hier valt 17% te verdienen, dus nu toeslaan, kopen. Maar waarom ook? We hebben op dit moment ook beursgenoten.be. Op dit moment, maar we hebben beursgenoten.be voor de Belgische kijkers en beleggers. En daar hoorde ik veel. Die meneer Stolz ging in november plotseling weg. En er willen boze tongen, maar ik denk dat het waar is, die zeggen, daar zijn twee private equity partijen gekomen. Nou, ik heb je net verteld, die hebben 1000 miljard op de bank. Die hebben gezegd, Vagron, we willen je kopen. Begrijp ik? Het is een heel mooi bedrijf, goede kaststromen, de hele mikmaak. En toen heeft die Stolz gezegd, wat doe je? Doe ik niet. En tot twee maal aan toe komen de partijen en hij stuurt ze gewoon weg. Maar hij heeft dat niet overlegd met zijn medebestuurders. En dat schijnt de reden te zijn dat hij plotseling vertrekken moet. Nou is mijn gedachte het volgende. Allereerst, als de ING gelijk heeft en die koersdoel van 12 euro staat er, dan valt er op de huidige koers nog genoeg te verdienen. Maar aan de andere kant, nu die man weg is, zullen die lui wel weer komen. Een deur kloppen, knock knock, wat kost je? En dan zou het wel van het bordje kunnen verdwijnen. Dan moet je toch denken aan de koers van tussen de 14 en 16 euro. Dus ja, eigenlijk een aandeel waar niet veel risico aan zit. Waterland, die is meestal erg slim. Die zit er ook. Hij heeft trouwens ook recent 2 miljard euro opgehaald. Hè, voor nieuw kapitaal. Joh. Ze grossieren allemaal in het geld. Waterland heeft daar volgens mij een belang van 30-40% in. Zo daartussenin. Die heeft ze gekocht op 5,76 euro. Om toen dat bedrijf zeg maar een nieuwe kans, een nieuwe impuls te geven. Ja, wat zeggen die op 15 euro? Wat denk je? Als een echte zuinige Hollander, nemen. Kijkt een Belg anders naar de beurs dan de Nederlander? Nou, ik vind Belgen altijd wel wat internationaal georiënteerd. Hè. Ik heb 15 jaar voor Belgische beleggingsbladen geschreven. En daar heb ik mijn voordeel bij. Ik vind Belgen toch wel. Nederlands kijken toch erger naar hun eigen dingetje. En Belgen die houden eigenlijk overal wel rekening mee. En uiteindelijk kiezen ze dan toch weer voor zichzelf. Dat is het mooie. Ik leer daar en ik heb er veel van. En ik heb ook Belgische schrijvers die analyses maken. En ik vind het altijd wel. Ze zeggen wel eens een beetje de Europese Joden. Maar dat is ook wel een beetje zo. Ze zijn erg slim. In positieve zin. In positieve zin. Maar ik vind Joden altijd positief, Harry. Ik hou van Joden. Nee, maar dat we daar geen misverstand over hebben. Hey, nou, je blad, je bent enorm aan het acquireren. Je hebt er heel veel leden bij gekregen, begrijp ik. Wat is het doel daarvan? Ja, we zijn 15% gegroeid de laatste 5-6 weken. Waarom? Eendracht maakt macht. Ik kan steeds meer analisten aanstellen. En steeds slimmer en steeds meer huiswerk maken om mijn ding te doen. En steeds duurdere systemen aanschaffen. En in feite wil ik het grootste beleggingsmagazin van Nederland worden. Met de meeste autoriteit. En ik denk dat we
hard op weg zijn. Ik hoor al vaak dat we het mooiste beleggingsblad van Nederland hebben. En ja, ik wil toegevoegde waarde. Ik ben adviseur in woord en geschrift. Ik ben geen vermogensbeheerder. Je moet zelf je beslissingen nemen. Maar ik ben duidelijk in wat ik vind en wat ik zeg. En daar kan je je voordeel mee op doen. Voorheen gaf je nog wel eens zo één keer in een jaar dat je zegt, nou, iedereen die nu kijkt en geen lid is, die krijgt gratis één keer zo'n blad. Kun je er niet eens kijken? Duizend aanbieden dan aan mijn kijkers? Ja, maar dan doe ik het even anders. Want dat is echt nog wel een dingetje, hoor. Want ik heb het een keer eerder gedaan, jaren geleden had ik iets van 5500 mensen die zo'n blad willen. Dan doe ik het februari-nummer. Dat maak ik dan helemaal klaar. En dan zend ik naar iedereen die dat de afgelopen zeg maar de komende dagen opgegeven. Ook niet over de week, want ik sluit hem. En dan krijgen ze allemaal, en hebben ze ook actuele adviezen met actuele tips. En dan hebben ze er ook nog echt wat aan. Maar misschien worden ze dan wel lid. Nou, dat hoop ik. Liever kunnen ze beter direct lid worden. Want één advies is geen advies. Je moet altijd de scala van adviezen hebben. En je moet ook altijd de vinger aan de pols hebben. Overigens, bijvoorbeeld, ik weet niet, is er nog tijd? Dan ga ik toch even... Even nog. Bij Brunel bijvoorbeeld. Brunel was ik hier in september heel vroeg. Met 14 euro gaf ik een koopadvies. Toen ging dat naar 11. Toen heb ik iedereen een brief geschreven. Mensen, maak nog niet de fout door dat aandeel te gaan verkopen. Want het komt wel. Het staat nu 16. En ik zeg nog tegen mensen die niet in het aandeel zitten, klim aan boord. En dat is een adviseur. Dan sta je er als je er moet zijn. En dat wil ik zijn. Beursgenoot. Je moet gewoon lid worden. Dat is te mooi. Nou, we gaan brunchen, Geert. Ga mee. Oké, leuk.